Goedendag allemaal, het is weer tijd voor de volgende training. We gaan vandaag een buikspiertraining doen. We gaan de volledige buik pakken. 12 verschillende oefeningen. Yes, succes. Oké, we gaan starten. De eerste oefening, bovenkant van de buik. We gaan 15 herhalingen maken en dat doen we als volgt. We gaan liggen, handen gestrekt, focus op de bovenkant buik. Ga rustig omhoog, een klein stukje voor de spanning. Knijpen en rustig terug. We gaan 15 herhalingen maken. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Zo. Voel me goed bovenin. Bij deze, succes. Gaan we naar de volgende oefening. Oké, oefening 2. We blijven op de bovenkant buikspieren. Bijna dezelfde, alleen net even een andere hoek. We gaan liggen. Benen gebogen. Armen gestrekt, iets van de grond af. Dan gaan we die hoogte zo ver mogelijk proberen, armen langs je benen. En knijpen in die bovenste buikspieren. 1. Ga voor 15 herhalingen. 2. 3. 4. Mooi vanuit je buik bewegen. Bovenkant buik. Voel hem goed aanspannen. 5. Je kan hem echt hier knijpen. 6. Bovenin. 7. 8, 9, probeer naar je enkels te glijden met je handen. 10, 11, 12, 13, 14, en 15. En rustig terug. Oké. Yes, oké, succes. Oké. Next oefening, oefening 3. We gaan nu naar de onderkant van de buik. We hebben net de bovenkant gehad, 2 oefeningen. Nu de onderkant. We doen het als volgt. We gaan liggen. Handen mag je onder je billen doen. Of langs je lichaam leggen. Voeten naast elkaar, benen gestrekt. We zakken tot 5 centimeter boven de grond. En we gaan dit 30 seconden volhouden. Gaan we. 10, 20, 30, oké. Yes, oké, succes. Yes, oké, we gaan voor de volgende oefening weer lage buik, tweede oefening lage buik, vierde oefening totaal. We gaan liggen. Handen langs je lichaam, benen gestrekt en dan gaan we 15 herhalingen maken, rustig naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, oké. Yes, daar gaan we, succes. Oké, vijfde oefening. We gaan voor de sixpack, dus het middelste gedeelte recht naar onder. Hiervoor gaan we ellebogen langs je lichaam. Strekken we uit, helemaal recht, benen van de grond en we komen tegelijk met de armen en benen omhoog. En dan knijpen we in de buik, 1. Dan houden we 2 seconden vast. 1, 2. Rustig terug. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dat doen we 12 keer. 1, 2. 1, 2.
1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oké. Yes. Zet hem op. Succes. Oké. Oefening 6. Sixpack, blijf even op. Tweede oefening daarvoor. We gaan een plank in houding. Elleboog. Dan gaan we 30 seconden volhouden. Benen mag je iets uit elkaar voor de balans. Zo recht als een plank. Oké, dan gaan we. Tien. 20. 30. Oké. Prima. Succes. Oké. 7e oefening. We gaan naar de zijkanten. Dus we gaan schuine buik trainen. Oké. We gaan eerst de crunches maken met de cross crunches. Dus we gaan schuin bewegen. We gaan proberen ellebogen langs ons hoofd hoog te houden, schuin naar de knie te bewegen en weer mooi die spanning voelen in de zijkant. Gaan we doortellen tot de 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prima. Probeer niet je adem in te houden tijdens je de beweging maakt. Dus als je aanknijpt, blaas je uit. Oké? Succes! Oké, volgende. We blijven nog steeds op de zijkanten bewegen. Zijkant buik. We gaan nu liggen. Voeten weer. Benen naast elkaar, voeten naast elkaar in de hoek. Armen langs ons benen. En dan gaan we dus het links naar de linker enkel. En iets van de grond met je schouderbladen. Zo gaan we dus knijpen. We gaan doortellen naar de 20. Om en om. Daar gaan we. 1. 2. 3, 4, goed knijpen, waar je heen beweegt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Ook weer elke keer waar je heen komt, knijp je goed naar de zijkant toe. Zo voel je mooi de spanning op de zijkant bij. Oké? Succes! Oké, dan gaan we. Ik ben even gaan staan. We gaan nu voor de complete buikspieren. We gaan een houding aannemen. Licht gebogen staan, schouderbreedte. Handen, vingers gekruist, handen op je achterhoofd. En als we staan, gaan we dus linker knie optillen en de rechter elleboog ernaartoe. Gaan we doortellen tot de 20. Oké, om en om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mooi knijpen in die buik. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, prima. Succes! Oké, klaar. Volgende oefening. Nog steeds complete buik. Wat we nu gaan doen, dezelfde positie weer. Ellebogen, handen bij je oren. En we gaan de beweging maken, een crunch. Dus we trekken ons knie op en de boog raken we de knie aan.
Dus we trekken een crunchbeweging recht, we trekken hem schuin over je buik en we tikken de knie aan. En doordat we de beweging met het been omhoog maken, pakken we ook de onderbuik een stuk mee. Daar gaan we. We gaan doortellen tot de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ontmoet elkaar op de helft, dus goed knijpen en uitblazen wanneer je omhoog komt. Yes, succes. Oké, één en laatste. We gaan naar de nou, onderste buikspieren hebben we gehad. We gaan naar de schuine buikspieren onder. We gaan een positie aannemen. Deze stand op de knieën en de handen. Dan gaan we ons rechterarm en linkerbeen omhoog. En dan goed vanuit je core die spanning voelen. We gaan doortellen tot de 20. We doen het diagonaal telkens. 1. Heb 2 seconden vast. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, zet hem op. Succes. Oké, we zijn aangekomen bij de laatste oefening. Nou, weer eindigen met de schuine buikspieren onder. We gaan liggen in de positie. Rug plat op de grond. Hoofd ook plat, ontspannen. We gaan focussen, voeten tegen elkaar houden, benen gestrekt. Hoeft niet helemaal, licht gebogen. En dan gaan we schuin weg. En dan vang je hem op vanuit je schuine buikspieren. Dus 10 naar de ene kant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat was naar links. Wijk even om, bij jullie kunnen misschien meer ruimte, dat je gelijk dezelfde kant op kan. Gaan we liggen. Gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oké, succes! Oké, dit was de training. Voor jezelf proberen zoveel mogelijk herhalingen. Misschien lukt het niet allemaal. Maar het is belangrijk dat je de oefening gewoon geconcentreerd maakt. Elke oefening maakt niet uit welke. Je hoeft niet aan alle herhalingen te komen, het liefst wel natuurlijk. Maar belangrijk dat je gewoon goed in de beweging de spanning voelt op de plekken die ik aanwijs. En verder is het gewoon een total workout voor de gehele buikspieren. Succes, tot de volgende training!